Inderdaad, de politie is daar, de militairen zijn daar. En gezamenlijk wordt de orde gehandhaafd. Gisteren heb ik van de president opgevangen dat we in dialoog zullen gaan met de gemeenschappen daar, zodat we de issues die ze bezighouden, misschien stremming in hun bewegingsmogelijkheden, dat we die zaken bespreken en met oplossingsmodellen komen. We hebben in een vroeg stadium, volgens mij dezelfde dag dat het geval zich daar heeft voorgedaan, is er overleg geweest met de FITS. Vervolgens zijn er wat maatregelen getroffen vanuit het ministerie van GBB, het ministerie van ROS. En op die manier zullen we verder gaan. Dus we wachten, ik wacht eigenlijk de bespreking van de president samen met de vicepresident en waarschijnlijk enkele ministers. Ik wacht dat gesprek af om eventuele verdere instructies daaruit te implementeren. Minister, is het ook, klopt het ook dat er geen activiteiten ontplooit zouden kunnen worden in het gebied, zolang er dus niet werkelijk gesproken zou kunnen worden over veiligheid en rust? Want de inheemsen hebben aangegeven dat er drones zijn in het gebied die gebruikt worden om zaken te controleren. En hoe ver klopt die informatie? Dus ik heb u aangegeven dat er een gesprek komt. En ik wil me dan baseren op, op het resultaat van dat gesprek. Maar klopt het wel dat er geen activiteiten in het gebied ontplooit mogen worden vanwege de case, vanwege de bespreking van de wet, vanwege de militaire en de politieagenten die daar aanwezig zijn? Dus die instructies heb ik niet gegeven. Geen vragen meer? Dus wat is er aan gehad? Dat de politie eigenlijk intimiderend bezig is naar de gemeenschappen van de... Dus die rapportages heb ik niet ontvangen. Ben klaar? Nee, nog niet, minister. Met betrekking verder, als we het hebben over dit soort gebieden, dit soort situaties, is er al een rapport gemaakt met betrekking tot wat zich heeft afgespeeld, wat de bevindingen zijn, en hoe dit verder op te lossen of te voorkomen in de toekomst? Dus net wat ik heb aangegeven, de acties die we ondernomen hebben. Veel van deze vragen die u nu stelt, zijn ook vragen die gesteld zijn in de Nationale Assemblée. En donderdag is er een vergadering, openbare vergadering. En de regering zal dan uitgebreid ingaan op deze vragen.